Welkom bij een kijkje in de keuken van Maastricht. Ik sta op een redelijk lege markt en achter mij zien jullie pizzeria Da Geppetto. Wellicht wel bekend, want deze zit er al sinds 1985. Alleen was het toen nog maar één gedeelte. Inmiddels, sinds 2013, zijn er twee panden naast elkaar. En Giuseppe, die ga ik eens eventjes vragen hoe het gaat nu in coronatijd. Wij zijn hier toen de tijd in 85, zijn mijn broer hier zeg maar begonnen met een andere eigenaar, oude eigenaar van Napoli. En mijn broer is toen hier zelf verder gegaan. Mijn broer heeft toen nog een andere zaak aan de overkant gekocht en had hij dus eigenlijk twee en dat werd een beetje moeilijk. Dus ik heb deze zaak toen in 93 overgenomen. 95 heb ik moeten verbouwen, omdat het was toen maar heel klein. Ik had 9 tafels. Ik heb toen zeg maar plaats gemaakt voor 66 man en we hebben sinds 2011 hebben we zeg maar ook de toko wat vroeger hier was, dus dit was vroeger de toko het oosten, die hebben we ook erbij gemaakt en hebben we een grote zaakbank gemaakt voor nog van 100 zitplaatsen alleen naar binnen en 70 zitplaatsen buiten. Nou, ze kennen ons het meeste omdat wij nou, een van de beste pizzas maken, ook toen wij nog niet op hout bakten zeg maar, waar wij ook wel een van de betere pizzeria's. We maken dus bijna alles zelf, de deeg maken we zelf, de saus. We snijden ook alles zelf, we marineren ook alles zelf. De meeste mensen kennen ons van een van de betere pizzeria's. Of onder de betere pizzeria's. Nou, we hebben een speciale oven. We hebben er wel lang over moeten doen. Maar we hebben hem eindelijk geplaatst sinds 2 jaar. En sindsdien, nou, de pizza is een heel stuk beter geworden. Ook krokanter. En ook de smaak van de pizza is iets anders. Omdat wij gebruiken echt hout. Dus berken en beuken. Plus de pizza, wij bakken die op een hoge temperatuur, dus die wordt sneller gaar en ook sneller krokanter, zoals je ziet. Ja, de pizza is zo krokant, omdat ja, de deeg is zeg maar apart. En dat hoor je ook, hè. En dat is overal, hè. Dat is de speciale deeg, zeg maar, ten eerste. En ten tweede, ja, de overbakwijze is een hele andere wijze, zeg maar. Deze oven die doet heel snel bakken. Daarvoor wordt hij ook snel krokant en blijft hij luchtig aan de binnenkant. Dus. Dat hoor je ook. Nou, met de corona, dat is, ja, dus voor iedereen is het niet leuk. Alleen, kijk, ik zit hier al heel lang. Ik heb ook al heel veel gekke dingen meegemaakt. Dus dit is ook weer een van die gekke dingen. Alleen, dit is ietsjes erger dan toen. Omdat ja, toen hadden we wel nog inkomen, alleen was het een heel stuk minder. Maar ja, nu heb je helemaal geen inkomen. En hoe zie je straks een 1,5 meter samenleving tegemoet? Nou, daar kijk ik al ietsjes positiever tegen, omdat we hebben een redelijke grote zaak. Omdat we hebben ook zeg maar twee kanten. Dus we kunnen van die kant in laten lopen en van die kant weer uit laten lopen, zeg maar. Dus ik zou denk ik met deze ruimte wat ik hier heb aan 130 vierkante meter, zou ik toch misschien een man of 40. Kijk, dan is het toch weer iets dat je weer wat binnenkrijgt, omdat ja, onze klanten die zullen toch wel blijven komen. Want ja, ze missen het nou al, zeg maar. We hopen dat we snel open gaan. Je weet, onze eten is nog altijd hetzelfde, want het is we zijn nog altijd hier. We hopen ook zo lang mogelijk open te kunnen blijven. We doen ons best. En als het voorbij is, dan zijn jullie weer allemaal van harte welkom. Bij Giuseppe.